is niet meer mogelijk om zonder wanhoop naar de wereld te kijken. De pandemie, klimaatverandering, de dreiging van een nucleaire oorlog. Sommigen denken dat de gehele mensheid zal worden uitgeroeid. In deze angstige omstandigheden geeft één gemeenschap hoop. De profeet Mohammed, vrede zij met hem, heeft ons verzekerd dat na deze zware tijd de mensheid een nieuwe bloeiperiode tegemoet zal gaan. Dit is het tijdperk van de Mahdi, de mensenzoon. Wij zijn er om u het goede nieuws te brengen dat dit tijdperk is aangebroken. Wij wensen u hoop, vertrouwen en kracht voor 2023.